zijn er weer klaar voor. We mogen weer bij Paul van Liemt in de uitzending. Dat leverde de vorige keer meer dan 10.000 kijkers op. Dus daar was ik heel trots op. Maar vooral om de kwaliteit kijkers. Want ik heb veel vragen en opmerkingen gehad. Leuk als we dat weer kunnen doen vandaag. Heren. Alles goed? Ja? Ja, dat zou je op die manier zou het kunnen. Die juist te kijken, die kan ja. Dat is dat goed, ja. Maar je hebt gelijk mee. Met over, ik schrok me aan de kleuren in Amerika. Dat is heel bekeken. Eduard, welkom. Nou, het is heel leuk om hier te zijn, Paul. Geweldig, hè? Ja, veel leuker dan je voorstellen ook, hè? Nee, uiteindelijk is het altijd leuk om met jou een gesprek te gaan. Niet alleen over tribes, maar ook over, oké, wat zit er in de mensen? Dat gaat goed. Dankjewel, maar jij gaat ook echt een verhaal vertellen nu. Dat doe je altijd, dat is altijd lachen, maar nu wordt het ook serieus. Ja, uiteindelijk is het een stevig verhaal. Het is een stevig verhaal, we zitten in een serieuze tijd. Je moet ingrijpen, want de overheid helpt niet, dus je moet zelf zaken doen. Er zijn veel ergere dingen in de wereld dan wat wij nu meemaken. Dat is ook weer zo, hè? Als je dat je spiegel zelf voorhoudt en denkt van ja, hé, hallo, uiteindelijk hebben we het nog helemaal goed voor elkaar. We hebben water, drinken, we kunnen slapen, we kunnen mensen ontmoeten, we kunnen hier nog steeds een podcast maken. Nou, er zijn echt heel veel mensen die dat niet kunnen. Daar doen we helemaal niks aan. Ik denk dat de armoede in de wereld al was opgelost als we dezelfde overheid hadden gehad als nu op corona. Want ik denk dat inderdaad zorgt dat iedereen water heeft, goedkoper is dan nu de hele wereld vaccineren. Dat is ook een gedachte. Dus uiteindelijk moeten we ook even stilzitten. Ga jij vaccineren of niet? Ik hoor niet tot een risicogroep. Dus ik word pas heel laat gevaccineerd. En dan weet ik het nog niet. Dat zal ik eerlijk zeggen. Ik weet niet waarom zou ik me laten vaccineren. Ik bedoel, ik ben ook iemand die zegt, als de dood mij haalt, vind ik het prima. Heb ik een mooi leven gehad. Ik heb ook een briefje in mijn zak dat je mij niet op die IC hoeft te leggen, hoor. Dat bespaart weer een bed. Want ik wil die zorg niet belasten. Eduard, dank voor dit verhaal. Graag gedaan, Paul. Nee, dit is een topverhaal. En leuk, daar zijn zoveel dingen met jou te bespreken. Ja, maar het gaat van links naar rechts bij mij natuurlijk. Hè? Heerlijk, maar dat vind jij leuk, hè? Alle kanten op. Vervelend dat ik altijd antwoord, eigenlijk. Groeten. Hoi, hoi. Hi. Hallo. Zo, dat was weer... Een goed gesprek met mijn psycholoog, psychiater Paul van Liemt. Dus weer mijn frustraties kwijt. En we kunnen weer door. Tot de volgende ronde, zou ik zeggen.